Acupunctuur, massage en medicijnen op basis van kruidenmengsels. Het zijn voorbeelden van alternatieve geneeswijzen. die al duizenden jaren worden toegepast in Azië en vooral in China. Voor het eerst wordt het bestaan van die traditionele Chinese geneeskunde. officieel erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar dat vindt niet iedereen goed nieuws. Een voorbeeld van een kruid hier dat veel gebruikt wordt, het ziet er zo uit. Jan Baak was al jaren arts in Nederland toen hij een jaar in China ging werken. Daar zag hij dat kankerpatiënten behandeld werden met kruiden. Ik zei het, wat? Dat is toch kwakzalvrij? Langzaam maar zeker raakt hij overtuigd van het tegendeel. Je kan daar dingen mee, ziektes mee genezen. Uh, ik denk aan kanker natuurlijk ook, maar ook aan allerlei andere dingen. Uh, die, voor, die je niet met gewone westerse geneesmiddelen kan behandelen. Voor het eerst komen de Chinese geneeswijzen op een officiële lijst van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat wordt tijdens een conferentie deze week in Genève besloten. Die lijst zegt niets over de werking van de medicijnen, maar erkent nu wel het bestaan ervan. Ook Nederland stemde voor. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukt het ministerie dat het om een puur administratieve handeling gaat. En dat het niet zo is dat alternatieve geneeswijzen zoals Chinese kruiden straks bij ons in het basispakket komen. Maar toch maken critici zich grote zorgen. Het brengt vergoeding van deze kwakzalverij weer een stapje dichterbij. En met Chinese geneeswijzen, zeggen ze bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij, moeten we niets te maken willen hebben. Het is een volkomen achterhaald systeem uit vroeger eeuwen. Wat zich helemaal niet kan handhaven naast de moderne Westerse geneeskunde. Ze kunnen niet bewijzen dat hun we middelen werken. De veiligheid is twijfelachtig. En het rust op theorieën die eigenlijk meer als mythologie te beschouwen zijn dan als wetenschappen. Ook natuurorganisaties zijn tegen. Want voor sommige Chinese medicijnen worden neushoorns gestroopt voor een horns. Of worden beren in kleine kooien gehouden voor een gal. Of wordt op tijgers gejaagd voor een botten. Een eeuw geleden zeiden ze dat er 100.000 tijgers waren. Nu zijn er minder dan 5000 nog over. En dat komt voor een groot deel ook door die druk van die Chinese medicijnen. Ik probeer het altijd plantaardig te houden. En daar kom ik eigenlijk altijd mee weg. En heel af en toe moet ik iets gebruiken wat uh, uh, dierlijke kruiden zijn. Wat Jan Baak betreft is het duidelijk: Chinese geneeswijzen hebben ook in het Westen de toekomst.